Hello. En terwijl ik hier een uh, episch varken kies, verwelkom ik jullie bij een Minecraft Earth video. Deze keer gaan wij weer naar een avontuur toe. Het gaat deze keer lukken, dat kan ik je alvast zeggen. Want uh, vorige keer is het de mist ingegaan, toen haalden we het niet, toen was het avontuur net buiten ons bereik. Maar Jannie en ik zijn opnieuw gaan wandelen. We zijn naar een plek gegaan waarvan wij dachten van hier zou misschien een avontuur kunnen zijn. En we hadden gelijk. Onderweg naar het avontuur vonden we ook nog wat kistjes en wat andere leuke dingen. En wat ik eigenlijk wel wilde zeggen, wat mij opviel: Minecraft Earth heeft zo verschrikkelijk veel batterij nodig. Toen wij van huis weggingen, en op dit moment dat we hier aan het filmen zijn, hadden wij nog 60% batterij. Dat is uh, best wel wat. Daar had je bij Pokémon Go kon je daar best wel redelijk mee filmen. Maar bij Minecraft, ja, het ging echt. Super hard. Dus we zijn halverwege ook maar gestopt met filmen. En dan zijn we daar later weer gaan filmen. Dus we kunnen niet de hele route filmen. Maar zoals je ziet, hier lopen we rond. Die zwarte strepen trouwens, die je daar um, in het beeld ziet. Terwijl ik dit uh, schaap aan het vangen ben. Zie je deze zwarte streep hier? Dat zijn wegen. Dat, uh, dat zandige is ook een weg. Nou, daar is weer een uh, kistje waar ik naartoe aan het wandelen ben. Zoals je ziet. Het uh, is echt lopen. Ik ben niet op de fiets. Daarom uh, loop ik niet super snel. Maar er zijn hier in. De buurt waar wij zijn, naar die plek waar we naartoe zijn gelopen, zijn er gelukkig heel veel uh, spullen te vinden. En dat is wel super relaxed. Want. Ja, daardoor kunnen wij gewoon materialen verzamelen om mee te kunnen bouwen. Nou, ik heb hier nog wat steen heb ik hier gevonden. En zometeen zijn wij ook gelukkig bij het kistje gekomen om te kijken wat daarin zit. Want in kistjes zit meestal gewoon net even wat leuker materiaal, zitten net even wat leukere dingen in dan bij de uh, gewone dingen die je buiten vindt. Zoals je ziet, ik heb hier een redstone torch, ik heb hier een hekje en zo en een, een drukplaat. Dat is natuurlijk wel super cool. En ik ga een niveau omhoog. Ik ben niveau 6 geworden. Ik heb genoeg experience verzameld om niveau 6 te worden. Nou, wij zijn hier nog onderweg naar de plek waarvan wij hopen dat wij um, iets kunnen vinden. Dat wij een avontuur kunnen vinden. De spullen in deze kist zijn niet super. Ja, er zitten wat bloemetjes in en zo. Maar bloemetjes vind ik niet super leuk. Dat vind ik wel leuk. Robijnen die zijn heel erg handig. Want daarmee kan je dus bouwplaten kopen. Zonder dat je ze eerst vrij hoeft te spelen door te levelen. Dus dan gaat het even allemaal net dat kleine beetje sneller. En nou ja, ik ben gewoon nog steeds allemaal spullen aan het verzamelen. Want spullen heb je gewoon nodig om te kunnen bouwen binnen Minecraft. En ook hier weer. Ja, het zijn niet echt bouwmaterialen. Ja, die stenen, maar de rest eigenlijk niet. En, nou, ik loop hier gewoon lekker door. Er zit hier bij de omgeving, toen ik Pokémon Go aan het spelen was, was er hier echt, waren hier best wel veel Pokémon te vinden. En als we hier recht door zouden lopen over dit pad, dan waren daar zelfs allemaal Pokéstops te vinden. Maar daar zijn nu geen uh, Minecraft dingen. Het is natuurlijk ook een ander bedrijf, dus ze hebben niet dezelfde locaties gebruikt. Maar wij gaan wel naar een andere plek waarvan wij hopen dat er wat is. Oh, kijk, nog een robijn. De makers van Minecraft hebben namelijk gezegd dat ze het in een uh, omgeving zouden plaatsen waar heel veel groen is. Terwijl ik hier zo rondkijk om me heen, zie ik nog steeds geen avontuur. Dat is wel een beetje een probleem. Ik heb hier een hele grote woonwijk en nou, daar gaan ze niet zijn. Maar hier is het gewoon helemaal leeg. En ik dacht eigenlijk dat er hier al avonturen zouden zijn. Tenminste, dat hadden wij gehoopt. Maar ja, dat zijn ze dus niet. Dus we moeten daar nog naar achter in de verte daarboven. Daar gaan wij nu naartoe om te kijken of er daar dus wel avonturen zijn. Want zoals Minecraft of zelfs Mojang, de makers van Minecraft, al hadden gezegd... het gaat alleen... In open gebieden zijn. En als het goed is, dus niet in de bouwde kom en alles en zo. Want het is gewoon. Uh, zoals dit werkt, is het gewoon niet handig om op plekken te zijn waar alles in de weg staat. Dus wij uh, hebben goede hoop. Wij uh, gokten er gewoon op dat we waar we nu naartoe gingen, het gingen vinden. En dan zoals je ziet, ik ga het pad in. En ik loop hier ook uh, naar boven. En wij uh, gaan doorlopen. En aan het einde van het pad, zoals je kan zien, zie je, dit was het pad waar ik er net liep. We zijn bijna bij de kruising gekomen. En in de verte hebben wij inderdaad wel avonturen gevonden. We zien er twee, zien we er zelfs. En dat is wel relaxed, dan kunnen we er misschien twee gaan bekijken. Want, nou ja, zoals ik zeg, we hebben er niet zoveel. Dus we gaan, gewoon allebei, we gaan ze allebei openen. Nu verdwijnt hij weer, maar we weten dat hij er is. En uh, nou, wij gaan gewoon lekker doorwandelen. En wij gaan op zoek naar deze twee avonturen die daar in de hoek te vinden zijn. We zien die twee avonturen. Maar het grappige is, en dat zie ik nu pas terug op de video, want dat had ik eerst nog niet door. Het avontuur dat links in beeld is, die is eigenlijk straks verdwenen. En ik ga jullie nu laten zien hoe het gebied eruit ziet van waar dat avontuur te vinden is. Dit is waar we in terecht zijn gekomen. Dit is waarin wij ons moesten begeven om zo'n avontuur te vinden. Dit is inderdaad helemaal in the middle of nowhere. Er is helemaal niks om ons heen. En zometeen gaan wij dus kijken hoe de plek van het avontuur zelf eruit ziet. We moesten dit pad een tijdje afwandelen. En op een gegeven moment kwamen we dus hier terecht. Hier is het avontuur. Zo ziet het er dus uit. Helemaal om ons heen was alleen maar riet en van alles. En zo'n groen graspaadje uh, waar we overheen moesten wandelen. Daar is een, uh, een stuk water en de rivier is daar. Maar ja, hier was dus het avontuur. Kijk. Dit is wat je daarnet zag. Dit is het beeld van daarnet. Hier staan wij. En je ziet het. Hier zijn twee avonturen voor ons. Er was nog een ander avontuur. Maar die was verdwenen. Eh, toen we onderweg waren. Dus wij gaan nu deze doen. Jufjanni staat hier ook naast mij. Die eh, wilde het ook doen. Even mijn spullen goed zetten. Want ik heb wel een zwaard nodig. en een hakbel nodig. En zo. Want die spullen heb je nodig. Anders kan je niet je gang gaan in het avontuur. Het avontuur is eigenlijk gewoon een soort Minecraft omgeving in het echt. En dan moet je dus hakken en breken en spullen verzamelen. En dat is wat wij hier gaan doen. En dat uh, kan dus alleen als je de juiste materialen in je menubalk hebt zitten. Nou, het spel gaat nu eventjes laden. En het ging wat fout. Bij Juvianne werd er uitgegooid en ik ging het tegelijkertijd in. En nou ja, dat werkte dus niet helemaal goed zoals we zeggen. Het is nog een... Uh... Een al, het is nog een early access uh, spel. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nu laden die uh, wel in. Tenminste, dat, uh, daar leek het op. En wat er dan gebeurt is... als het avontuur begint, dan moet je dus... met je camera moet je het dus neer gaan zetten. Nou, het eerste wat mij opviel van deze hele ervaring... is dat het plaatsen was leuk. Maar mijn uh, telefoon vond het niet zo leuk. Zoals je ziet, alles uh, glibbert heen en weer, schiet heen en weer... En het gaat dus redelijk uh, stotterend. Dat komt ook omdat Juviani tegelijkertijd bezig is. Want toen Juviani ermee stopte, toen ik in mijn eentje speelde, ging het dus blijkbaar wel vloeiend. Hier kan je trouwens zien dat Juviani een, uh, een zwaard heeft geselecteerd en ik hoop wel dat dit minder vervelend gaat worden als ze verder zijn want Juviani is nu dus aan het hakken dat had ik eerst nog niet door maar zij ik ben nog niks aan het doen ik ben eigenlijk een beetje om me heen aan het kijken van wat is hier aan de hand en ik kan daar dus de hakbel van Juviani zien dat is dus niet mijn hakbel dat is die van Juviani ik kan gewoon dingen aanraken en dan uh, ja dan in dit geval hak ik dan dus de bomen het prettige is wel alles wat ik verzamel krijgt Juviani ook dus als je hier samen bezig bent dan krijg je samen de dingen en, nou ja, zoals je ziet, het beeld, dat gaat ontzettend schokkerig. Ik kon echt bijna niks doen. Dit is niet de opname. Dit is echt zoals het spel op dit ogenblik echt ging spelen. Dus voor mij was het niet super relaxed. Maar ja, ik denk, weet je wat, ik blijf gewoon doorgaan met opnemen. Want, ja, ik wil het jullie toch laten zien hoe dit uh, een beetje eruit ziet. Ik hoop dat het op jullie apparaten gewoon wat beter gaat. Misschien komt het wel doordat ik tegelijkertijd aan het opnemen ben, maar... Op een gegeven moment, op andere momenten, ging het wel goed. Bij Juviani ging het uh, redelijk, het opnemen van zoiets. Het stotterde niet. Totdat we erachter kwamen dat uh, haar telefoon niet aan het opnemen was. En dat, uh, dat het opnemen gecrashed was. Dus uh, zij moet mijn beelden gaan gebruiken. En als je hier dus naar beneden kijkt, je ziet allemaal bedrock. Alleen bedrock ligt hier blijkbaar aan de bovenkant. Maar alles is dus omgeven door bedrock. En je hebt verschillende niveaus. Dit was een uh, redelijk makkelijk niveau. Er zit een kip onder de grond verstopt. En, nou ja. Ja, je kan, deze is niet heel spannend. Er was een boom en er was wat grond en er zaten wat spulletjes in. Maar er was ook nog een tweede avontuur. En dat tweede avontuur was iets verderop. En die ga ik jullie ook nog laten zien. Want kijk, voor de rest is dit alleen maar steentjes verzamelen. En als je dus klaar bent met verzamelen, dan kan je daar rechtsboven op die drie puntjes klikken of aanraken en dan kan je terug naar de kaart gaan. Er is ook een tijdslimiet. En zoals je ziet, 20% bijna leeg van mijn batterij. Ik had dus 60% toen ik begon, dus de batterij gaat echt super hard. Maar als je dus op die puntjes drukt en je gaat terug naar de kaart, dan kan je zien wat je hebt gekregen. Ik heb 20 experience, 22 steen, wat flint en wat andere spulletjes. Maar zoals je ziet, er is hier nog een avontuur. En ook dit avontuur ga ik weer spelen. In mijn snelbalk die is uh, wel vol. Het schijnt dat je dood kan gaan in de avontuur. En als dat gebeurt, dan ben je dus alles uit je snelbalk kwijt. Niet uit je inventaris, maar alleen je snelbalk. Tenminste, dat is uh, ons verteld. Dus ik hoop dat dat uh, waar is. Betekent dus wel dat je voor het spelen van zo'n avontuur eigenlijk wel moet zorgen dat je spelbalk goed in orde zit. Nou ja, hier zie je het. Het is uh, iets verder op hetzelfde pad. Ik zet hem weer neer. En nou ja, het blijft in mijn geval redelijk haperen. En als je naar dit veld kijkt, dan denk je van oké, okay, dit veld ziet er uh, redelijk uh, suf uit. Het is een boom. Maar wat wel leuk was, ik had hier een beetje beter door hoe ik het uh, moest spelen. Mijn telefoon reageerde ook iets. Beter. Zo je ziet, er staat zo'n mooie lucht. Hè? Dat is wel erg leuk. Minecraft met uh, echt mooie wolken, dit keer zonder dat ik een mod gebruikte. Um, maar als je dus kijkt, daar is Jovani. <laughs> die staat daar. En dus de vloer, die zou dus goed op de vloer, grond geplakt moeten zijn. Maar dat uh, deed hij dus niet echt. En het speelde gewoon, doordat wij uh, ja, zo schokkerig gingen spelen, het niet, niet super relaxed. Jovani is aan het slaan. Alleen het grappige is, Jovani staat dus daar. Haar plattegrond is in dat gedeelte waar je dat zwaard zag. Zij is daar dus aan het vechten en ik ben hier aan het spelen. En we zitten wel op dezelfde kaart. Maar hieronder, kijk, daar hebben we dus een zombie. Die hoorden we al. Um, maar ja, ik heb het met geluid opgenomen. Alleen blijkbaar heeft het spel het geluid niet meegenomen. Maar hier beneden zijn dus torches en er zijn dus een heleboel andere spullen. En als je dit dus verzamelt, dat komt dan dus in je inventaris terecht. Dat is super cool, want torches zijn lastig te krijgen als je geen flint hebt. En flint krijg je alleen maar door avonturen te doen. Dus ik ben blij dat ik hem heb. Oh, nog maar 10%. Zoals jullie zien, het gaat super hard. Ik, heb, uh, ik ben dus op een gegeven moment ook gestopt met filmen. Want als ik namelijk door zou gaan en mijn batterij is op, dan kan ik dus niet meer. Uh, dan kan die het niet opslaan. En dan hebben we dus geen video. Dus wat ik heb gedaan is: ik heb nu. Oh, kijk, ik heb nu wat screenshots. Je kan hier beneden zien dat hier wat Minecards zijn. En er waren dus niet alleen minecarts. ja ik heb het maar met uh, foto's van, er waren niet alleen minecarts, Er uh, waren ook spinnenwebben en zo. En op een gegeven moment, ik weet niet of het me is gelukt om die spin goed in beeld te krijgen, maar er liep hier beneden ook een spin rond. Wat wel prettig is, is dat je dus niet, um, je hebt niet echt een afstand. Alles wat daar beneden is, kan ik, kon ik gewoon vanaf hier aan tikken. Dus je hoeft niet een soort trap af of zo. Je kan gewoon alles van het hier, kan je dat gat gewoon uithollen. En op die manier kan je dus alle spullen die daar beneden liggen gewoon verzamelen. Dat is een beetje de manier hoe je het moet doen en hoe het uh, werkt. Nou, toen ik klaar was, waren dit de spullen die ik had gekregen. 5 experience, nog 14 extra voorwerpen. Maar ik had dus die Minecart rails, die had ik. En ik had na nou, een steen en een bloemetje, dat vond ik niet zo spannend. Zo ziet het er dus uit. Juvani is nog een derde gaan doen. Die kon ik niet meer doen, want ik had nog maar 7% batterij hier. En ik wilde niet het risico lopen dat het fout ging. Maar dit was dus ons avontuur. Het avontuur van juf Janni en mij. Jullie hebben er nu een gezien. Ik ga kijken of het me lukt om een volgende keer een uh, wat mooier beeld te krijgen. Want dat zou wel heel erg prettig zijn dat het niet zo schokkend gaat. Misschien moet ik het dan uh, met een andere manier zien te filmen. Dan neem ik mijn laptop mee of zo. Ik weet het niet. Maar dit was ons Minecraft Earth avontuur. Ons eerste echte avontuur. En jullie hebben het ook kunnen zien. Nou, tot de volgende video. Doei doei.